Goedenavond allemaal, broeders en zusters. We willen het vanavond gaan hebben over lokaliseer je vijand. En ik wil eerst beginnen met lezen Deuteronomium 18, vers 9 tot 13. En dan mag het samen met mij gaan zoeken. Deuteronomium 18, vers 9 tot 13. Daarboven staat waarzeggerij en profetie. Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de Heere uw God u geven zal, dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken. Onder u zal er niemand worden aangetroffen die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen of tovenaar, geen bezweerder, niemand die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt, of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de Heere een gruwel. En te wille van deze gruwelen drijft de Heere, uw God, hen voor u weg. Gij zult onberispelijk staan tegenover de Heere, uw God, want deze volken, die gij verdrijven zult, luisteren naar wichelaars en waarzeggers. Maar u heeft de Heere, uw God, niet toegelaten. Ik ben eigenlijk een vers te ver gegaan, maar oké, het was tot vers 13. God commandeerde dat iemand die vergiftigd was met deze geesten, dus deze gruwelen, de doodstraf ontving. Jezus nam echter de dood van deze zonde op aan het kruis. En als men de zonde beleed, dat God de zonde vergaf en de persoon redde. Omdat Jezus alles aan het kruis heeft betaald voor degenen die in hem geloven en hem aannemen. Mozes, de enige man die Jezus van aangezicht tot aangezicht aanschouwde. En Jezus, de enige zoon van de Vader, die altijd van gezicht tot gezicht stond met God in de hemel. Beiden herkenden en erkenden het bestaan van Satan. Ze haatten hem met een passie en vernietigden zijn duivels werk in hun levens en werken. Nu is het uur dat Satan alles uit de kast haalt om de kinderen Gods aan te vallen. Vandaag de dag gebruikt Satan specifieke strategieën tegen de christenen om de gemeente in een zwakke positie te plaatsen, te verhinderen dat we groeien in de volheid van Jezus Christus. Het is Satans plan om ons te stoppen dat we gaan bewegen in de kracht en de zalving van de Heilige Geest. Om de bolwerken neer te halen in de levens van hen die rondom ons staan. We leven in een dag dat elk wedergeboren kind van God de vijand herkent en erkent en weet wie de vijand is. Dat is waarom we een offensieve aanval op de Satan gaan lanceren. We trekken zijn masker van zijn gezicht af en laten anderen zien hoe hij de christenen aanvalt. Vandaag de dag. En dat zullen we zien door de sleutelstrategieën die hij tegen ons gebruikt. Hoe we hem kunnen herkennen door zijn werken, waar de strijd werd gevochten en gewonnen en hoe we een tegenval kunnen opzetten en nog meer hem kunnen overwinnen. In het verleden faalde de gemeente in het herkennen van Satan en zijn werken. We hebben gefaald om onze positie van kracht en autoriteit in te nemen. Maar de tijd is nu om Satan bloot te stellen, hem recht in het gezicht te kijken, zoals Jezus deed en hem bevelen weg te gaan. Jezus kende de vijand en handelde direct door de kracht van de zalving van de Heilige Geest. En hij nam autoriteit over Satan. Hij bestrafte hem en dreef hem uit. Voordat je een offensief begint tegen Satan, moet je de vijand kennen. Zijn karaktereigenschappen kennen. En de strategieën kennen die hij tegen je gebruikt. En daar gaan we het vanavond over hebben. Maar voor we dat doen, wil ik met jullie gaan naar 1 Thessalonicenzen 3, vers 5. En ik heb het even, neem even het boek erbij, even een andere vertaling. Je kunt het rustig in uw vertaling lezen. Dat is
1 Thessalonicenzen 3, vers 5, dat zegt: toen ik dus de onzekerheid niet langer kon verdragen, stuurde ik Timotheus naar u toe, om te zien hoe het met uw geloof was. Want ik zou het vreselijk vinden als de verleider, de duivel, u had verleid en al ons werk voor niets zou zijn geweest. In het hele woord zien wij Satan als de verleider. Hij verleidde Eva in de hof van Eden met de verboden vrucht. En hij zei dat ze gelijk aan God zou zijn. Hij verleidde Esau, die zijn eerste geboorterecht opgaf voor een bord linzensoep. Hij verleidde koning David door Bathseba, een bekend verhaal. En hij verzocht Jezus door hem de koninkrijken van de wereld aan te bieden. Wanneer zij dat maar kunnen, zullen Satan en zijn boze machten verzoekingen op uw weg plaatsen, in een poging u ertoe te brengen tegen God te zondigen. Deze verzoekingen van Satan strekken zich in principe uit tot drie gebieden. De eerste is de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de trots en hoogmoed. Hij zal elk denkbaar middel aangrijpen om u te verzoeken, maar zijn macht is beperkt. Hij kan ons niet tot zonde dwingen. Hij kan een list gebruiken, hij kan ons misleiden, hij kan liegen, hij kan u verzoeken, maar verder kan Satan niet gaan. Hij kan ons de verzoeking voor ogen plaatsen, maar hij heeft geen macht over onze wil. Satan is de verzoeker, maar wij zijn het die toegeven of weigeren erop in te gaan. Jacobus 1 vers 13 tot 15 zegt: laat niemand die verzocht wordt zeggen: ik word door God verzocht. Want God kan niet verzocht worden door wat kwaad is en zelf brengt hij niemand in verzoeking. Maar iedereen wordt verzocht als hij afgetrokken, afgeleid wordt, verlokt wordt, verlustigd wordt, gevangen door zijn eigen boze begeerte, door lust en hartstocht. Dan baart de boze begeerte, nadat deze bevrucht is, zonde. En als de zonde volgroeid is, dan brengt het de dood voort. Satan kan de verzoekingen die hij christenen voor de ogen schildert, zo vermommen dat velen bedrogen worden en in de strik vallen en toegeven aan de verzoeking. En met name in deze tijd, in deze eindtijd, zal hij nog meer mensen verzoeken en verleiden. Maar God echter heeft christenen voorzien van een uitweg, zodat zij in de overwinning, wij in de overwinning kunnen wandelen, en wel over elke verzoeking van Satan. Amen. Maar om deze overwinning over hem te hebben, moet u hem herkennen als de verleider. Dan gaan we naar Genesis 3. U mag met mij meegaan. Het is een overbekend gedeelte. Maar er staat veel in. Genesis 3 en dan lezen we vanaf vers 1 tot 6. De slang nu was het listige van alle dieren des velds die de Heere God gemaakt had. En hij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van de enige boom in de hof. Toen zeide de vrouw tot de slang: van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten, noch die aanraken, anders zult gij sterven. De slang echter zeide tot de vrouw: gij zult geenszins sterven, maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn, kennende en kwaad. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden.
En zij nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man die bij haar was en hij at. Tot zover. Satan valt ons aan door ons denken te bestoken met zijn gedachten. Het was op het slagveld van het denken dat Satan toegang kreeg tot de gedachten van Adam en Eva en waar hij ze versloeg. Als u naar het overbekende Bijbelgedeelte over de val van de mens kijkt, zult u specifieke strategieën vinden die Satan vandaag de dag gebruikt om de mens in de nederlaag te doen leven. U ziet dat Satan Eva aanviel in haar denken. Door de mond van de slang schoot Satan vurige pijlen af, gedachten van twijfel die Eva troffen in haar denken. Hij wist dat God Adam bevolen had niet van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten, maar hij trachtte twijfel te planten in Eva's denken. Hij wilde dat zij Gods woord in twijfel zou trekken. En vandaag de dag is Satans strategie nog niet veranderd. Als christenen Gods woord over genezing voor hun lichaam in hun hart en denken ontvangen, zal hij hun denken bestoken als met vurige pijlen van twijfel en ongeloof. Weet je wel zeker dat je genezen bent? Je ziet het nog niet. Hij zal proberen ze ertoe te brengen om zelfs Gods woord in twijfel te trekken. En zijn doel is dat het woord van God vruchteloos wordt. Dat wij minder in het woord gaan lezen en het aan de kant schuiven. En dat het geen uitwerking meer in ons leven zal hebben. Eva's eerste fout, die uiteindelijk leidde tot haar zonde, was dat zij naar Satan luisterde. Hij loog tegen haar. Hij sprak Gods woord tegen. Hij zei haar dat ze zou niet sterven als ze van de verboden vrucht zou eten. Niet alleen luisterde Eva naar Satan, ze ging zelfs een gesprek met hem aan. Eva wist wat God bevolen had aangaande de verboden vrucht. Zij wist dat God gezegd had dat ze zouden sterven als ze van de vrucht aten. Ze wist het. Maar in plaats van Satans leugens te verwerpen, luisterde zij toch. Vandaag de dag leven duizenden christenen, en misschien wel meer, in de nederlaag omdat zij naar Satans leugens luisteren. In plaats van Satan te herkennen als de leugenaar en zijn leugens uit hun denken en uit ons denken te werpen, luisteren zij. Ze gaan nog verder. Ze redeneren met hem. Zoals bij Eva houden zijn gedachten hen bezig. Ze nemen Satans gedachten in overweging. Zij ontvangen de gedachten van Satan in hun denken. En vervolgens lopen zij in de val. Om overwinning te hebben over Satan, moet u Satans stem onderscheiden. Wanneer hij spreekt, en gelijk verwerpen. Als u luistert zoals Eva, verschaft u hem toegang tot uw denken en stelt u zich open voor een nederlaag. We kunnen niet zeggen, ja, Satan deed het. Nee, jij hebt het toegelaten. Dus jou treft de blaam. Maar om Satans stem te onderscheiden, moet u Gods woord kennen. U moet de stem van Christus kennen. En u moet de vijand kennen en weten hoe hij aanvalt. De dag is nu aangebroken en ik geloof zeker in deze eindtijd, wanneer Gods volk zo'n nauwe band en een intieme relatie met Christus moet hebben, dat als zij niet misleid willen worden, en het woord zegt het, in de eindtijd zullen wij misleid worden door valse profeten en valse leraren. Maar als we het woord niet kennen, hoe weten we dan wat is de waarheid? Hoe weten we wat is goed en wat is kwaad? We moeten daardoor niet van de waarheid afdwalen. We moeten zijn stem kennen.
Daarnaast moet u elke begeerte, het zij in uw ogen, begeerte van het ogen, begeerte van het hart, begeerte misschien in uw denken, elke fantasie, elke gedachte die in uw denken binnenkomt, die tegen het woord van God ingaat, daarom is het belangrijk dat we het Gods woord kennen, beschouwen als de stem van een vreemde, van een inbreker. Als u in uw denken geplaagd wordt door gedachten van twijfel, jegens Gods woord of zijn verbondsbeloften aan u, moet u inzien dat ze van Satan komen. Weiger naar deze leugens te luisteren. Verwerp ze en wacht er niet te lang mee. Verwerp ze op het moment dat ze in uw denken zijn binnengekomen. En ik weet, er zijn mensen die zeggen, ja, maar het komt elke keer weer terug. Nou, dat kan. Als u daar last van heeft, dat voortdurend of telkens weer wordt afgeleid van Gods wil en Gods weg, de gedachten die u hinderen bij het gehoorzamen van God wanneer Hij tot u spreekt, of u tot zonde willen brengen, moeten ze herkennen als van Satan, de misleider, en ze onmiddellijk uitwerpen. Tweede Samuel 11 vers 2 zegt, op zekere avond stond David van zijn rustbed op en wandelde op het dak van het paleis. En hij zag van het dak af een vrouw bezig zich te baden. En die vrouw was zeer schoon van uiterlijk. Dat is de volgende. Satan verkrijgt toegang tot uw denken door de poort van het oog en de poort van het oor. De belangrijkste strategie van Satan, waarmee hij ons verlokt en verleidt en verzoeking over ons brengt, is door ons denken binnen te dringen door de poort van het oog en de poort van het oor. Door datgene wat we zien en horen. Koning David was een van de machtigste mannen Gods in de Bijbel. De Bijbel spreekt zelfs dat hij was een man naar Gods hart. Een man die vele grote veldslagen gewonnen had. En toch viel hij in Satans val door verzoeking. En het bracht vernietiging over zijn huisgezin. Het is Satans strategie ons onverhoeds te pakken. Als we niet voorbereid zijn op zijn aanvallen. Of even zijn afgeleid. Dikwijls zal hij ons verzoeken nadat wij een grote geestelijke overwinning behaald hebben. Je zou verwachten daarvoor, maar meestal gebeurt het daarna, want dan is er wat gebeurd. Dit was ook het geval met David. Hij werd verleid toen er een grote voorspoed in zijn koninkrijk was. Hij was toen ongeveer 50 jaar en hij had reeds 12 jaar in Jeruzalem als koning geregeerd. Hij had zijn vijanden onderworpen en was in grote triomf teruggekeerd. Maar op de tijd dat hij ten strijde had moeten trekken, bleef hij in Jeruzalem achter. In plaats dat hij met zijn leger ten strijde trok, stuurde hij Joab, zijn dienstknechten en heel Israël de strijd in, terwijl hij in Jeruzalem bleef. David had vele grote veldslagen gewonnen en verslagen en hij besloot kennelijk dat het wel even genoeg was. Dat is een waakzaamheid, wel even kon laten varen en dat hij zich kon ontspannen. In onze geestelijke oorlog tegen Satan kunnen wij nooit ontspannen of onze verdediging neerleggen. Want dat zijn juist die momenten dat wij in de rust komen en we denken, oh, die momenten zijn de momenten dat hij je aanvalt. Nog meer dan normaal. Op het moment dat onze gebedstijd vermindert, als wij het woord niet meer lezen, ermee staken zelfs, Satans strategieën ook niet meer observeren, zal Satan ook deze gelegenheid aangrijpen om ons aan te vallen. En dat is precies wat David ook is overkomen. Hij kreeg te maken met Satan de verleider toen hij naar het dak ging en hij zag van het dak af een vrouw bezig zich te baden. En de vrouw was zeer schoon van uiterlijk. De Satan
verkreeg toegang tot Davids denken door de poort van het oog, datgene wat hij zag met zijn ogen. De Satan plaatste David tegenover een verzoeking die een begeerte in hem opwekte. En toen David bleef kijken naar die prachtige mooie vrouw, begeerde hij haar voor zichzelf. De Satan verleidde en verlokte David door hem te laten denken dat het genoegen en de bevrediging uit deze toch wel ongeoorloofde houding zou voortkomen, groter zou zijn dan in werkelijkheid het geval was. Want daar op het dak beging David in feite reeds de zonde van overspel in zijn denken en in zijn hart. En deze zonde kwam later alleen maar aan het licht door zijn daden toen hij Bathsheba liet halen. Vandaag de dag vallen christenen door verleiding en leven zij een leven in nederlaag. Als slaven van hun begeertes en lusten van het vlees. Waarom? Omdat zij Satan zelf hebben binnengelaten in hun denken door het poort van het oog en het poort van het oor. De strategie van de Satan is het denken van de christenen zozeer te vullen met verzoeking, dat de begeerte van hun vlees allereerst wordt opgewekt. Daarna worden ze openbaar in daad. En daarna geven zij hun wil over aan de lust van het vlees en zondigen ze tegen God. Denk eraan, Satan is beperkt in de verzoekingen waar hij u voor plaatst. Maar God zal ook niet toelaten dat hij u kan verzoeken boven hetgeen dat u kunt dragen. God beperkt niet alleen de verzoekingen die Satan voor u plaatst, maar hij belooft bij elke verzoeking een uitweg, zodat u sterk, machtig en geduldig kunt blijven onder de verzoeking. Als de Heer Satan toelaat om u te beproeven en te verzoeken, dan heeft God daar altijd een doel voor. En het doel is dat hij u volmaakt en ten volle ontwikkeld wil maken. Waarbij u in niets tekort schiet. Hij wil u daarmee sterker maken, volwassener. Onder deze verzoekingen en beproevingen van Satan moet u geen houding aannemen alsof u mislukt bent of een nederlaag heeft geleden. Nee, u moet een overwinning vieren. Hoe vaak zeggen we wel niet van, hè, als wij een conferentie organiseren, dan hebben we vaak met strijd te maken. Dat trekt misschien je ene hand helemaal naar beneden van, oh help, 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 komt het allemaal nog wel goed? Maar gelukkig, dan gaat mijn andere hand omhoog en zegt, halleluja, de overwinning is nabij. Want zonder strijd, geen overwinning. Dan blijft het gezapig. Maar zodra je strijd voelt, mag je ook weten, God is met mij en hij zal ook voor de uitkomst zorgen. God heeft voorzien in een uitweg en hij heeft ons de machtige wapens van zijn oorlogsvoering gegeven. Ik heb hier achter een tafel gedecoreerd en u kan het misschien niet zien, dus ik zal het even pakken. Hij heeft hier onder meer een schild van het geloof gegeven. We moeten gelovig staan, in geloof staan, dat alles wat het woord van God zegt, dat het waarheid is. En als we daarin gaan handelen, dan zullen we beschermd worden. En de andere is zwaard van de geest. Het is Gods woord. Als wij het woord hanteren, dan gaan grote dingen gebeuren. Amen. We moeten het woord kennen. Als we het woord niet kennen, en Satan wil ons proberen te verleiden, en we herkennen niet zijn tactieken, hoe kunnen wij hem verslaan? We moeten zijn tactieken kennen. Hij heeft ons deze wapens gegeven. En hij heeft ons gesalfd met de kracht van zijn Heilige Geest. En heeft ons macht gegeven over de hele legermacht van de vijand. Maar u moet in actie komen. We kunnen niet onderuit gaan zitten en denken, oh, God is zo groot. Hij is zo goed voor mij, hij houdt van mij, oh, hij zal het vast wel voor zijn kind doen. Nee, nee.
God verwacht ook van ons wat. Hij zegt, weersta de vijand in geloof. En zalig is de man die in de verzoeking volhardt, want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen die hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Laat niemand als hij verzocht worden zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden. En hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dat voort uit de zuiging en de verlokking van zijn eigen begeerte. En daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde. En als de zonde volgroeid is, brengt zij dood voort. Schild des geloofs. Laten we gericht blijven op Jezus, in geloof volhardend. En het zwaard van de geest, en daar wil ik mee eindigen, en dat is Johannes 6, vers 63. De geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. De woorden die ik, Heer Jezus, tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. Amen.